Het Vlaams parlement krijgt naar jaarlijkse gewoonte een kerstboomcadeau van de Duitsstalige gemeenschap van België. De goede verstandhouding tussen de Duitsstalige en de Vlaamse gemeenschap wordt op deze manier bevestigd. Lisbeth Homans, voorzitter van het Vlaams parlement, huldigt de kerstboom officieel in. De inhuldiging van deze kerstboom verloopt dit jaar anders dan de andere jaren. Normaal steken we nu de lichtjes aan van de boom, maar dit jaar wil ik het symbolisch anders doen. De oorlog in Oekraïne zorgt immers voor een zeer zware energiecrisis waar heel veel mensen heel hard onder te lijden hebben. Daarom hebben we dit jaar de lichtjes vervangen door kerstballen met wensen. We kunnen alleen maar hopen dat deze oorlog, maar uiteraard ook andere conflicten in deze wereld, snel zullen eindigen. Ik wil graag mijn collega Lamberts en burgemeester Wiertz uitnodigen om samen met mij een kerstbal in deze boom te hangen. En Jan, jij bent hier vandaag niet enkel als erevoorzitter van dit Vlaams parlement, maar ook als voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut. Het belang van dat instituut kan in deze tijd absoluut niet voldoende benadrukt worden. Dus ik wil jou dan ook graag uitnodigen om samen met burgemeester Wiertz, meneer Lamberts en mezelf een kerstbal in de boom te hangen. En als u wil, mag u zelfs uw lievelingslied zingen, O Denneboom. Zeit, gib Trost und Kraft zu jeder Zeit, O Tannenbaum.